Ballistic Brass. Gepresenteerd door Adrie Berends. Ja, en niet door Matthias Michelsen vanavond. Want die is druk met een training, een cursus, hoe je het ook noemen wilt. Dus ja, vanavond zullen jullie het met alleen mij moeten doen. Niet helemaal waar trouwens, want er is nog genoeg anders te horen deze uitzending. Want afgelopen weekend was het ODSC in Assen. En dat heeft voor deze regio eigenlijk heel veel goeds opgeleverd. Want er zijn namelijk nogal wat kampioenen uit naar voren gekomen. Die allemaal hier uit de omgeving komen. Dus ja, wij kunnen daar natuurlijk niet omheen om daar extra aandacht aan te geven. Dus dat zit vandaag in de uitzending. We gaan in ieder geval contact hebben met Heidi van der Brink van Oranje IJsselmuiden. En met Henry Dalsem van het Kamp Trompettenkorps. Die eigenlijk een dubbel kampioenschap hebben gewonnen. En misschien kunnen we eigenlijk stiekem wel zeggen een klein beetje driedubbel. Maar hoe dat zit, daar komen we straks nog wel even op terug. Ja, en natuurlijk de nodige nieuwsberichten. Dus die gaan ook nog voorbij komen. En niet te vergeten, we hebben natuurlijk ook nog gewoon de muziek die ook doorgaat. Ja, we hadden best een lange reclameblok, zag ik. Ik dacht eerst van, het is niet zo heel veel reclame. Maar ja, goed, je bent zo weer 4,5 minuut verder. En dat betekent dat we wat mij betreft ook gauw gaan beginnen met muziek. En ik heb een cd'tje uitgekozen van de Rijnmond Band uit Schiedam. En deze cd die draaien we wel vaker, maar dit nummer draaien we niet zo heel vaak, omdat het een concertnummer is wat erop staat. Maar wel een heel mooi concertnummer, waar ook nog een stuk solo in zit van de saxofoon, die in dit geval wordt uitgevoerd door Rosanne Muizer. En u kunt gaan luisteren naar Frank Boeien in concert, uitgevoerd dus door de Rijnmond Band uit Schiedam.
Ja, de bekende klanken van Malagenja en in dit geval uitgevoerd door Kunst en Genoegen uit Leiden. En daarvoor dus de Rijnmond Band uit Schiedam met Frank Boeien in concert. En als het goed is aan de telefoon op dit moment Heidi van der Brink. Goedenavond Heidi. Goedenavond. Hij doet het, dat is helemaal goed, want dat is altijd maar de vraag natuurlijk, hè. We zijn altijd afhankelijk van techniek. Hey, maar ik bel jou niet voor niks natuurlijk, want ik moet jou ten eerste van harte feliciteren. Eigenlijk niet alleen jou, maar jullie hele vereniging. Want jullie zijn ODSC-kampioen geworden. Ja. Misschien even voor de mensen die geen idee hebben waar we het over hebben. Wat is er afgelopen weekend geweest? Misschien kun je daar zelf even iets over vertellen. En hoe heeft Oranje zich daar gemanifesteerd, zeg maar? Nou ja, zaterdag was het Open Nederlandse Showkorpsen concours in Assen. Het welbekende ODSC. Nou, Oranje is daar in de afgelopen maanden naartoe gaan werken om hun nieuwe showproduct Concerto eigenlijk te meten. Zo van waar staan we op dit moment. En wij kwamen uit in de middenklasse zaterdag met de verwachting naar hopelijk een top 4 scoren. Ja. En misschien zit er nog een finale optreden 's avonds aan vast. Want
je hebt een mooi product te denken wij, maar je weet nooit hoe het valt. Hoe vindt de jury het, maar hoe vinden de mensen het? Ja, dat is altijd spannend. Ja. En nou, zaterdagmorgen vroeg van start gegaan. Eerst even nog een korte repetitie gehad. En nou, iedereen had er veel zin aan. En daar gingen we zaterdagmiddag. En om 6:30 denk ik, hè, ja, kregen we te horen dat we eerste werden in de middenklasse. En ja, dat was enorm. Want dat hadden we gewoon, nou, gewoon domweg niet verwacht. Nee, want even voor de duidelijkheid. Jullie zaten in de klasse samen met Showband Urk. Laurentius Voorschoten, Noorderveld Rode, Jong Advendo Snake, Noord Frisian Percussion Corps uit Dokkum, Dap Apeldoorn en Dindua Oldenkerk. Ja. En even voor de goede orde. Showband Urk is vorig jaar kampioen geworden in de middenklasse met, ik geloof, 92 punten uit mijn hoofd. Ja. Dus dat was nog best wel een het was spannend. Hè? Het was wel iets om naar... ja, het was spannend inderdaad. Dat is misschien wel het goede woord. Ja, ja, ja. Wij wisten absoluut ook niet waar wij stonden. Wij gingen er nogmaals heen om te kijken hoe ons showproduct viel. En hoe wij hier verder mee konden gaan voor het komende jaar. Op ja, weg naar volgend jaar natuurlijk naar het WMC. Waar we allemaal naartoe willen. Ja. En ja... Nogmaals, het ging ook gewoon heel lekker, fantastisch. Heel veel dingen vielen nu gelukkig op hun plaats. En dat werd ook beloond. En daar waren we gewoon ontzettend blij mee. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want hoe was dat voor jullie tijdens die prijsuitreiking? Want ik was daar toevallig ook aanwezig. Maar ja, het ging, weet ik nog, bij plek 8 begon het bij 79 punten. En het ging maar mondjesmaat omhoog. Tot aan plek 3 aan toe met 82 punten. Ja, ja. Nou ja, nadat we ons optreden hadden gehad, hadden we allemaal zelf al zoiets van wow, dit was wel goed wat we deden. Mm-hmm. Maar ja, dan heb je nog geen inschatting wat voor punten aantal men daaraan gaat hangen natuurlijk. Nee. 2013 was de laatste keer dat wij op het ODEC stonden met toen onze show Music of the Night in de middenklasse. Nou, toen ja, haalden we dus een goede 82 punten. Ja, wat gaat men nu geven, hè? Dat, nou, en inderdaad, als ze dan bij 8 beginnen met 79 en het loopt op en het schiet nog niet echt op qua punten, dan, nou ja, dan wordt het alleen maar spannender en een zenuwslopender, kan ik je zeggen. Ja. Ja, en nou ja, Showband Urk was toen ook nog in de race. En dan ga je wel echt van, oh nee, dat gaat ons toch niet gebeuren dit. En ja, uiteindelijk de explosie toen Showband Urk tweede werd. Ja, dan is het gewoon duidelijk. Ja. Ja, dat was geweldig. En dan maken eigenlijk stiekem die punten niks meer uit, hè? Nee. Het feit dat je dan eerste bent, dat is al mooi genoeg. En dan, ja, nou ja, dat er dan 86,44 punten, een mooie puntaantal bij hoort, dat is dan heel mooi. Maar eigenlijk is dat nog niet het hoogtepunt van die dag. Want ja, wat dan? Ja, wat dan? Nou ja, dan word je uitgenodigd voor die finale. S'avonds met de 3 topkorpsen uit de topklasse. En dus 4 uit de middenklasse, waar wij er dan de 1 van waren. Ja. Ja, je bent als laatste geselecteerd om in die 7 van de finals te gaan doen. En dan moet je dat kunstje natuurlijk, want zo, ja, dat klinkt misschien een beetje denigerend, maar je moet het nog wel weer een keer doen. Ja. En hoe gaat het dan? Gaat het weer net zo goed? Gaat het minder? En nogmaals denk ik dat wij best een goede performance neer hebben gezet, waarbij toch weer veel dingen goed vielen en sommige zelfs nog iets beter, andere misschien net weer iets minder. Ja, en dan weet je weer niet wat je kunt verwachten, want ja, nogmaals, je zit bij de topklasse in, alles wordt in één bult gegooid, hoe gaat dit uitpakken? En als je dan dus, nou ja, en nogmaals zo'n zenuwslopende finale staat en je hoort dan dat je gewoon overal ODSC-kampioen wordt, dan komt je mooiste droom uit als Oranje. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen, want wat nu dan? Dat is een goede vraag. Ja, daarom vraag ik het ook, want ja, ik ben daar wel benieuwd naar. Nou, we genieten nu vooral even van alles wat er gebeurt. Er wordt natuurlijk het een en ander aan naar buiten gebracht naar ons. We hebben de Wildcat ook voor Tap de Groningen naar binnen gesleept zaterdag. Ja, dat is dan ook dat nog een gevolg. Dat is natuurlijk nog een extra mooi optreden dit seizoen die we gaan doen. Ja. Dat is denk ik ook wel een beloning voor ons harde werken. Ja. Maar dat vind ik, dat hoort bij iedereen thuis, denk ik, die zaterdag daar stond. Ja. Wij zijn dan de gelukkigen die mogen verzilveren. En we gaan vanavond lekker met de leden in ieder geval nog even terug evalueren. Filmpje kijken van hoe was het, bandjes luisteren. En dan is het straks
verder bouwen, uitbouwen op onze weg naar Schiedam en volgend jaar Kerkrade. Ja, want Schiedam, gaan jullie daar op de mars of ook op de show heen? De intentie op dit moment is alleen voor de mars. Oké, maar je zegt eigenlijk al de intentie, dus misschien, wie weet... Ik weet niet wat er nu nog gaat gebeuren na dit weekend. Of er toch nog andere ideeën door instructie worden geopperd. Wij moeten nog een evaluatie hebben. Ook naar aanleiding van het hele traject wat we nu zijn doorlopen. Met natuurlijk zaterdag dan het hoogtepunt voor nu. En dan gaan we evalueren. En wellicht dat er toch nog een optie komt. Maar dat de aandacht komt op dit moment dan straks in ieder geval op de mars. Ja, nee, dat is helemaal duidelijk. Ja, en mijn andere vraag heb je eigenlijk ook al beantwoord. Want gaan jullie nog veel aanpassingen doen in de show? Of ga je nog iets met de jurycommentaren doen? Maar daar kun jij dus nog eigenlijk weinig over zeggen, begrijp ik. Nee, daar kan ik helemaal nog niks over zeggen. Nou, nee. Nou, we zijn heel benieuwd. In ieder geval zou ik zo zeggen, geniet nog even lekker na dan van al het mooie wat jullie hebben meegemaakt. Ik neem aan dat er vanavond een groot feest is. Ja, we en dat hebben van repeteren weinig. Een klein feestje gehad en vanavond nog met het hele orkest nog even lekker nababbelen en feest vieren. Precies, en want, dan is het weer back to basic en verder kijken. Ja, nou dat klinkt heel goed. Ga daar in ieder geval van genieten vanavond. Ik wou eigenlijk afsluiten met een nummer ook van jullie. Alleen, ik dacht misschien kun jij beter zelf even een voorkeur aangeven. Ik zou zeggen Royal Salute. Royal Salute, ga ik die aanzetten. Even opzoeken, welk nummer? De nummer 5 is dat van de cd. Is het trouwens niet eens een keer tijd voor een nieuwe cd? Kan. Misschien dat moet kan. Je het daar maar eens even over hebben binnen de vereniging. Ja, goed, want, ga ik doen. Ik wil jou heel erg bedanken ook voor jouw felicitaties. Ik ga ze overbrengen naar de club. Want, heel mooi. Ik weet dat het best lastig kan zijn, maar ik vind... Ik vind dat we met z'n allen een hele mooie dag zaterdag hebben gehad. Absoluut, daar ben ik het helemaal mee eens. En wat dat betreft, wat ik al zei, geniet er gewoon van vanavond. En we gaan afsluiten met Royal Salute. En we hopen snel weer een keer wat van jullie te horen. Komt goed, succes. Oké, hoi. Hoi.
bij Ballistic Brass. Ballistic Brass. Voor vragen en reacties, mail of twitter ons. BallisticBrass@hotmail.com of @BallisticBrass. BallisticBrass@hotmail.com of @BallisticBrass. Ja, en zo hadden we dus net Heidi van de Brink aan de telefoon. En gaan wij nu dus... Zometeen gaan wij luisteren naar nog een stuk muziek. Maar ik wou eigenlijk eerst nog even de rest van de uitslagen van het ODC van afgelopen zaterdag even globaal doornemen. Want ik zei net al, we hebben kampioenen in onze regio zitten. En dat begint eigenlijk al in de jeugdklasse. Er waren een aantal klasses natuurlijk op het ODC. De jeugdklasse bestond uit de Music Kids uit Kampen. Jong Hosanna uit Harlingen. Jong Dab uit Apeldoorn. Jong Crescendo uit Opende. En het Jong Kampen Trompettenkorps. En op deze volgorde zijn ze van onder naar boven eigenlijk ook geëindigd afgelopen zaterdag in de jeugdklasse. Nou, we gaan daar straks nog even meer over horen als het goed is. Want dan ga ik Henry Dalsen bellen. En wat natuurlijk heel mooi is om te zien is dat de Music Kids Kampen ook in dit rijtje staan. Ze staan dan misschien onderaan. Maar ja, draait rijtje om. Ze zijn eerste van onder in die zin. En ik denk dat de prestatie dat ze daar hebben gestaan al heel mooi is om te noemen. En in dit geval was waarschijnlijk het meedoen ook al belangrijker dan winnen. Maar de kampioenen daar, dat is dan Jong Kampen Trompetkorps. En die halen daar een mooie 92,96 punten. Dat is een gigantische bak met punten natuurlijk, waar je u tegen zegt. Dus wat dat betreft een fantastische prestatie waar we het straks zeker even over gaan hebben. Daarna natuurlijk de basisklasse. En in de basisklasse stond Exempel uit Empel bovenaan. En Exempel die heeft 94,9 punten gehaald. Ja, nou ja, nu zeiden we vorige week stiekem al natuurlijk van Exempel in de basisklasse dat... ja. Dat is overduidelijk dat die eigenlijk gaan winnen. Want die horen daar wat mij betreft tenminste helemaal niet thuis. Want die horen volgens mij gewoon in de midden. Of zeker misschien ook wel in de topklasse thuis. Maar zij zijn in ieder geval gepromoveerd nu. Want zij hadden natuurlijk nog niet eerder aan een showwedstrijd meegedaan. Dus ja, dan moet je onderaan beginnen in de basisklasse. En dat hebben ze netjes gedaan. Met dus een promotie waarvan ik er eigenlijk vanuit ga dat zij die ook gaan doen naar de middenklasse. Ja, en de middenklasse hebben we net eigenlijk al besproken. Showband Urk, een mooie tweede plaats met 85,58 punten. Vorig jaar dus de kampioenen. En dit jaar hebben ze het stokje min of meer overgedragen. Dus aan Oranje IJsselmuiden met 86,44 punten. En in de topklasse, op volgorde van 4 naar 1, is Showband Marum met 81,9. De Valimburg Stierenband hier uit Wezep met 83,21 punten. De tweede plek voor de Stens Slotlanders uit Franeker met 83,96. Punten. En nummer 1 met een grote gat ertussen weer. 90 punten voor 90,02 om precies te zijn. Voor het Kampen Trompettenkorps. Dus weer een regionaal korps hier wat hoog in de prijzen valt. Ja, en s'avonds de wedstrijden natuurlijk waar dus Oranje IJsselmuiden de winnaar is geworden. Ja, allemaal mooie resultaten dus afgelopen zaterdag. Nou, wil je dit nou allemaal rustig nalezen? Weten hoeveel punten er zijn gehaald? Misschien een verslagje lezen over hoe ze het gedaan hebben volgens een aantal mensen die daar gekeken hebben. Of wat te zien en te horen was. Dan kun je daarvoor terecht op www.korpsmuziek.nl waar een uitgebreid verslagje staat over deze dag. En met alle punten en uitslagen erbij. Ja, en ik zei net al in de basisklasse dus Exempel uit Empel op nummer 1. Ja, en dan kan ik er natuurlijk eigenlijk niet omheen dan dat ik even een nummer van hun ook draai. En nu zit ik even te twijfelen. Ik denk toch dat ik ga voor Arnhem. De Mars die geschreven is door de heer Kelly. En dit arrangement van Rudy Beumer. We gaan luisteren naar Arnhem van Exempel uit Empel.
Arnhem dus, uitgevoerd door Exempel uit Empel. Ja, en over Arnhem gesproken. We hebben vorige week in de uitzending natuurlijk genoemd dat Taptoe Arnhem niet doorgaat vanwege de malafide praktijken van de organisator daarvan. Ja, en dat was en is eigenlijk nog steeds het gesprek van de afgelopen week geweest. De groots aangekondigde militaire Taptoe die daar werd afgeblazen vanwege de ongeregeldheden. En Arnhemse muziekverenigingen die staken veel tijd en energie in voorbereidingen op hun medewerking aan het evenement. En ongeveer 7000 mensen zijn waarschijnlijk in afwachting of ze hun geld nog terug gaan krijgen. Wat een mooi visitekaartje voor de Start Arnhem leek, is uitgelopen op een groot fiasco. Een grote teleurstelling voor de liefhebber. Diep triest en een enorme deuk voor het imago van onze sector, aldus Pascal Melsen. Ja, deze voorzitter van Stichting Taptoe Oosterbeek die betreurt het eigenlijk dat het allemaal zo gelopen is. En hij zei ook van als bestaande Taptoe-organisatie moeten we veel inspanningen verrichten om het totaalplaatje rond te krijgen. Mensen kunnen zich nogal vergissen in wat de organisatie van een dergelijk evenement met zich meebrengt. Zo ben je bijvoorbeeld afhankelijk van sponsorgelden en andere gelden. Deze actualiteiten die scheppen weinig vertrouwen bij potentiële sponsors, vertelt dus meneer Melsen. Ja, in ieder geval wat wel duidelijk is, is dat Taptoe Oosterbeek wel doorgaat. En die zal plaatsvinden op zaterdag 17 september 2016. En vooalsnog is daar dus niks aan de hand. En we gaan er eigenlijk vanuit, gezien de jarenlange geschiedenis van deze Taptoe, dat dat ook niet gaat gebeuren. Het hele programma is nog niet bekend, maar dat gaat wel binnenkort bekend worden. En informatie over deze Taptoe is te vinden op de site van deze Taptoe, www.taptoe-oosterbeek.com. Dus www.taptoe-oosterbeek.com, daar is alle informatie nog eens te lezen. Ja, en over nieuwsberichten gesproken. Even kijken hoor, hier is die. Er is namelijk een show, marching en percussion concours in Enschede op 8 oktober. Het is nog ver weg, maar eigenlijk ook toch wel weer heel dichtbij. Dan zal dat daar dus plaats gaan vinden in de Diekmanhal in Enschede. Er zijn nog enkele plekken vrij, dus je kunt je nog opgeven voor deelname aan het concours. Voor de showklasse bijvoorbeeld hebben zich tot nu toe, tenminste op het moment van schrijven van dit bericht, dat is vorige week geweest, hadden zich nog 2 korpsen maar opgegeven in de showklasse. Nou, normaal zou dat eigenlijk een onderdeel zijn wat daar niet zou zijn. Maar omdat voor Schiedam bedoel ik alle korpsen plekken helemaal vol zijn, is besloten om dus dit onderdeel wel plaats te laten vinden in Enschede dus. Nou, het mooie aan deze aan dit concours is dat er eigenlijk een nieuw concoursreglement is. En dat nieuwe concoursreglement is eigenlijk een reglement met weinig regeltjes. Want je krijgt meer vrijheid in de uit te voeren werken bijvoorbeeld. En het verplichte repertorium is ook niet meer van kracht. Verder werkt men niet meer met het in mindering brengen van punten vanuit een soort penalty systeem. Maar wordt er eigenlijk vanuit de deelnemende verenigingen gekeken hoe de waardering plaats kan vinden. Nou, wil je nou in ieder geval nog opgeven voor dit concours 8 oktober dus in de Diekmanhal in Enschede, dan kun je via korpsmuziek.nl een linkje vinden naar een inschrijfformulier. En dan gaat dat helemaal goed komen. Ja, we gaan zometeen proberen contact te leggen met Kampen om daar het Kampen Trompettenkorps aan de lijn te krijgen. En tot die tijd gaan we eerst nog even luisteren naar muziek uit Katwijk. DVS uit Katwijk gaan het nummer spelen. Dialoog.
Ja, een keer wat anders, een slagwerkstuk tussendoor, want meestal muziek. Maar ja, het slagwerk, dat hoort er ook gewoon bij. Door Vriendschap Sterk, dus met dialoog. En als het goed is, aan de telefoon inmiddels Henry Dalsum. Goedenavond, Henry. Goedenavond, Adrie. Ja, laten we gelijk met de deur in huis vallen. Eigenlijk, ik zei het eerder in de uitzending al, maar dat heb je denk ik nog niet gehoord. Eigenlijk vind ik persoonlijk driemaal kampioen kampen, hè? Ja, en als je Oranje, oranje meetelt, vier. Op Oranje IJsselmuiden. Nou, ik doelde eigenlijk op jullie music groep, Music Kids groep. Ja, oké. Okay, ja. Nee, al... nou ja, die hebben meegedaan aan de jeugdklasse. Ja. En ja, eigenlijk zouden ze beoordeeld worden als zijnde Music Kids. En wij waren enigszins toch wel verrast dat ze daadwerkelijk deel uitmaakten van de jeugdklasse. En dat ze ook als zodanig zijn beoordeeld. Ja. Maar die hebben naast de Jong KTK en het KTK op hun niveau zeker ook een topprestatie geleverd. Dat wou ik zeggen, want ja, goed, ze mogen dan vijfde zijn geworden met 76 punten. Maar als je kijkt wat voor club daar op het veld staat, nou dan mijn petje af. Ja, absoluut. Nou, we zijn ook ontzettend trots op. En ja, als je dan bedenkt dat wij ervan uit waren gegaan dat op kidsklasseniveau zeg maar zouden acteren. En daar was ook zeg maar onze show op aangepast voor de Music Kids. Ja. Ja, we zijn 76 punten waren we heel tevreden, maar we hadden er eigenlijk 81, want we zijn 5 punten in mindering gebracht. Ah. Omdat we een te korte show hadden. Maar ja, dat is voor Music Kids niveau voldoende. Ja, maar binnen de jeugdklasse moet die iets langer zijn. Dus Op papier hadden we eigenlijk helemaal 81 punt. Nou, ik vind dat een goede toevoeging. En is het toch goed dat ik er nog even naar vraag. Want die 81 punten, daar gaan we het gewoon over hebben dan. Toch? Ja. Dan hebben we het niet meer over 76 punten. Nee. Ja, maar hoe is het bij de kids zelf ontvangen dan? Ja, dan voor hun is het natuurlijk, buiten het feit dat ze vorig jaar voor het eerst in Stiens deel hebben genomen aan een evenement waar zeg maar een soort competitievorm in zit, was dit natuurlijk toch wel weer heel mooi. Een grote tribune met heel veel aanhang. Onze eigen korpsen waren al op de tribune, zaten al op de tribune op het moment dat we moesten optreden. Want hun konden het spits afbijten, 's morgens voor om 9:30. En, ja, ze waren super gemotiveerd en dat straalden ze ook wel uit. Afgelopen donderdag hadden we nog een generale repetitie. Een slechte generale is een goede finale, zeg maar. En dat was voor hun zeker van toepassing. Ja. Dus, maar ze hebben echt uitzonderlijk goed gepresteerd en heel knap. En ze waren er zelf heel erg trots op en wij natuurlijk ook. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja, en het enthousiasme dat eraf straalde, dat was wel te zien in de foto's die we mochten zien via verschillende media. Leuk, hè? Ja, dat was mooi om te zien hoor. Ja, dan gaan we toch even verder naar het volgende onderdeel, Jong Kampen Trompettenkorps. Ja. Want die knallen er dan aan de andere kant weer overheen. Ja, uitzonderlijk. Ja. We wisten best wel dat ze tot een hele goede prestatie in staat waren, want het liep allemaal in de hele aanloop zeg maar richting het ODSC liep het allemaal gespeerd. En naar aanleiding van vorig jaar natuurlijk het kampioenschap in Vlissingen, waar ze eerste zijn geworden, hebben we de show toch nog op een paar cruciale dingetjes aangepast. Hè. Met dank aan onder andere ook Ferdy van Manen, die het stokje had overgenomen van Gerben Post. En toch zijn eigen sausje daar nog weer overheen gegooid heeft. En uiteindelijk goed geluisterd naar de jury, de jurybandjes van vorig jaar. En ja, je ziet waar het kan eindigen. 92, 96, uitzonderlijk hoog. Ja, dat is echt uitzonderlijk hoog. Maar hoe was de sfeer bij de jeugd dan? Ja, die ging helemaal los natuurlijk. Dat is duidelijk. Ik bedoel, dit hebben we in de historie van de vereniging nog niet meegemaakt. En volgens mij ook in de historie van het ODSC niet. Nee. Het spatte ook van het veld af. Ik zat zelf op de tribune en ik zei al voordat zeg maar het KTK het veld opging. Als je met de trots en de bravoure waarop Jong KTK het veld opliep, straks ook het veld op gaat, nou, dan sta je al met 1-0 voor. En het was gewoon overtuigend. Dat straalde ze ook uit. Ja. Ja, en die overtuiging die was dan even later op de middag bij het KTK ook weer te zien. Ja. Wat uiteindelijk weer in een mooie 90,02 punten en dus een kampioen in de topklasse resulteerde. Ja, super. Ja, ik hoef eigenlijk niet te vragen naar de reacties, want die waren waarschijnlijk ook uitzinnig. Maar ik wou wel even weten, want ja, jullie moesten natuurlijk op tijd weg vanwege een taptoe in Hoogvliet. Ja, Hoe is het resultaat bij jullie binnengekomen hoe ging dat, zeg maar? Want
ze zaten misschien wel in de bus op dat moment? Ja, dat klopt. Ze zaten allemaal in de bus. En we hadden een live verbinding met de bus. En sommigen die zaten ook op de livestream, vanuit Assen. En we waren nog wel geteld met 5 man van het bestuur en instructie stonden we nog op het veld in Assen. Ja. Ja, dat was uitzinnig natuurlijk. De bus die kon nog maar amper op 4 wielen blijven rijden, want dat ging helemaal los. En ik moet zeggen, we waren natuurlijk blij verrast, vooral ook met de hoge score. Ja. En zeker ook als je kijkt naar hoe zeg maar de rest van de dag er beoordeeld is. Ja, er waren maar een paar uitschieters naast de jeugd bij ons. Exempel natuurlijk, met zijn 94 nog wat. Ja. En de rest werd toch wel vrij laag bejureerd, vond ik zelf. En toen dan ook klonk dat de Sternse Slotlanders iets van 83 punten hadden. Ik denk, waar gaat het naartoe nu? En eerlijk gezegd, wij hebben het product, we hebben een fantastisch product. Echt, er zit echt heel veel potentie in. Goede muziek, goede choreografie. En we hebben op Koningsdag de Carpe Diem gepresenteerd. En daar hebben we toch, dat kwam eigenlijk iets te vroeg voor ons. En daar hadden we toch een beetje een dipje, zeg maar. Ja. Omdat het op Koningsdag niet zo uit de verf kwam als dat we gedacht hadden. Aan de andere kant heeft ons dat super gestimuleerd om in korte tijd een aantal aanpassingen te maken in het product. En met als resultaat dat we nu al, wat voor ons doen, in een heel vroeg stadium al op dit niveau zitten. En daar waren we blij verrast mee. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, want jullie hadden s'avonds dus een taptoe met het seniorenkorps. Ja, hebben jullie daar... de jeugd hoor, in Hoogvliet. Oké, de jeugd ging daar ook heen. Ja, want dat had ik nog niet helemaal begrepen. Maar hebben jullie daar bewust voor gekozen? Want je weet eigenlijk dat als je kans maakt om te winnen, dan moet je s'avonds ook natuurlijk. Ja, dat klopt. Nou ja, het is wel een bewuste keuze geweest. Je ziet toch dat de taptoe, de branche, zeg maar... heel langzaam wat inkakt. En dat het toch best wel moeilijk is om leuke optredens binnen te halen. Ja. En wij kregen het aanbod voor Hoogvliet en daar konden we met beide korpsen naartoe. En dat was voor ons eigenlijk wel een issue. En daar hebben we goed over gesproken en uiteindelijk ook zeg maar het contract vastgelegd. Ja. En voor ons was ook de doelstelling, het ODSC, om een goede vakkundige beoordeling van ons product te krijgen. Ja. Zodat we daar zeg maar de komende maanden en in ieder geval ook richting het WMC goed mee aan de slag kunnen. Op basis van een goede beoordeling kun je het product nog een hoger level tillen. Wat je eigenlijk dus zegt is van, ook al hadden we nou geen punten gekregen, dan was het ook prima als we het jurycommentaar maar hadden. Dat is natuurlijk niet helemaal 100% waar wat ik zeg, maar... Nee. Kijk, het is met name... Kijk, tuurlijk, het is een stimulans. En zeker als je al nu over die grens van 90 heen gaat, dan is het natuurlijk ontzettend mooi. Maar met name de kritieken, die zijn voor ons van wezenlijk belang. Ja. En wat natuurlijk wel heel erg jammer is, en dat vinden wij zelf ook jammer, maar dat vinden onze vrienden van ons korps aan de andere kant van de IJssel, Oranje IJsselmuiden, die ik via deze weg nogmaals wil feliciteren. Want een geweldige prestatie, 's middags en 's avonds. Ja. We hadden heel graag de competitie met onze buren aangegaan natuurlijk. En dat is dan aan de ene kant wel heel jammer. Ja, precies. Dat is toch misschien die eeuwige strijd tussen de twee kanten van de IJssel. Maar kijk, het is toch ook leuk als je als gemeente, zeg maar, op een dusdanig niveau presteert. Hè? Want ik bedoel, los van de prestaties die Oranje en wij geleverd hebben die dag, zag ik dat Excelsior Zalk een gouden medaille had gewonnen tijdens een concertwedstrijd. En dat Jong AMDG in Elburg gewonnen heeft. Nou, dan zie je toch waar een kleine stad als Kampen groot in kan zijn. Ja, nou, dat is zeker waar. Want kleine stad als Kampen, zeg je, maar... Nou ja, relatief klein natuurlijk. Als je verhoudingsgewijs kijkt naar het aantal inwoners en hoeveel korpsen wij in onze stad hebben. En dan ook nog korpsen die dus elke keer weer op een relatief hoog niveau presteren. Ja. Nou, dan is dat best wel een uitzondering in ons wereldje, denk ik. Dat denk ik ook inderdaad wel. Maar het is inderdaad fantastisch dat het gelukt is. En wie weet volgend jaar de strijd tussen de twee oevers van de rivier.
Ja, en daar trek ik natuurlijk ook heel graag de Van Limburg Stierenband in Wezep bij. Want ik heb het zelf gezien wat jullie gepresteerd hebben. Ik vond het hartstikke goed. En ik vond het overtuigend. En jammer dat dat niet zeg maar vertaald is in het puntenaantal bij jullie. Ja, nou ja, goed. Ja, dat is de jury-sport, hè, zoals al eerder gezegd is natuurlijk. Ja, ja. Daar doe je niks aan. Het blijft een wedstrijd en ja, dat is daar altijd. Maar ook hier leer je weer van, neem ik aan. Absoluut, absoluut. Op de achtergrond alvast de klanken van het Kampertrompetkorps. Van de eerste cd die jullie gemaakt hebben. Ik dacht van ja, die laatste hebben we nu al een paar keer gedraaid. Maar die eerste draaien we eigenlijk nooit meer. Chameleon. Okay. Dus ik denk, nou, dan hebben we die ook nog een keer. En dat is dan ook gelijk de afsluiting van dit uur Ballistic Brass. Dus Henry, alvast heel erg bedankt voor je interview. En nou ja, geniet nog van het vieren van deze mooie scores. Ga ik zeker doen, dankjewel. Oké, okay, en nou ja, tot de volgende keer zou ik zo zeggen. Oké. Okay. Hoi. Ja, en wat ons betreft, ik zeg het ook even namens Matthias natuurlijk. Want ja, ook al is hij er fysiek niet bij, hij is er met zijn gedachten vast ook bij aanwezig. Wij zijn er natuurlijk volgende week weer. En ook dan hebben we weer de nodige informatie op korpsenwereldgebied, zeg maar. Mocht je nou nog nieuwtjes of informatie hebben, laat het ons weten. ballisticbrass@hotmail.com of even een tweetje naar @ballisticbrass. Dan komt het ook bij ons terecht. En dan kunnen wij daar misschien aandacht aan geven. En hetzelfde geldt natuurlijk voor wat betreft muziek. Heb je nog cd's met je korps die je gaat presenteren of nou ja, een nieuwe cd uitgebracht of wat dan ook. Laat het ons weten en dan kunnen wij daar natuurlijk ook ons steentje in bijdragen. En nou ja, wat mij betreft en dus ook stiekem wat Matthias betreft. Tot volgende week. Hoi hoi.